Alassane mee naar voren. En daar is de kopbal naast. Maar de vlag was de hoogte ingegaan. Ja, ging meteen naar omhoog die vlag. En dat zie je hier inderdaad. Een schouder buitenspel. Onstein was het. En ze blijven goed combineren met nu de kans op de 0-1. Nee, bal in het zijnet. Dit was een bijzonder grote kans. Cédric Nwodzi. Bijna stond het hier 0-1. Goede combinatie. De korte passes. Prima kaats van Benny Yangba. En dan Nwodzi. In het zijnet. Met de meeste aanvallen over de linkerkant. Met Thibaut Verlinde. Daar heb je hem. Daar heb je hem. Kan op doel afgaan. Op Penders af. Verlinde voor de 1-0. Nee, Penders. En een tweede keer Penders. Dat was een goede tackle hoor. Ja, dan zegt hij nee. Dat was geen corner. Maar Le Tellier geeft de hoekschop aan Beerschot. Verlinde snel met de bal aan de voet. Sneller dan Onstein. Maar Penders bleef goed kalm. Reiners. Reiners. Sanusi. Trappen maar. Sanusi tegen de paal. Poging van Ryan Sanusi. Ja, van uitstand. Bal tegen de paal. En dan de tackle van Al Maziani. Een nieuwe corner voor Beerschot. Sanusi aannemen, dropshot en tegen de paal. Nog een minuut of vijf in de eerste helft. Sanusi met de vrijtrap voor Beerschot. En de kopbal, reactie van Penders. Wat een kans voor Tom Reiners. Hij kopt de bal naar de grond, maar Penders reageert uitstekend. Reiners, en kijk eens, Penders. Met bovenbeen en dan de arm. Reiners kopt de bal naar de grond. En dan 4-8 in de doelpogingen. Verlinde. En Zita is mee. Die krijgt de bal ook. En Zita met teruglegger Sanusi. Verlinde opnieuw. Ja. Akpan was beter van die bal gebleven. En deze is binnen. Marco Wijmans met de 1-0. En daar is dat doelpunt voor de rust. Wijmans gaat vieren met de supporters. Want nu valt er echt wel veel druk van de schouders. Dit zorgt voor een enorme opluchting en ontlading. Wijmans met de 1-0. Verlinde. En dan binnen. En dan kan hij gaan vieren. Verlinde met de assist. En dan met zijn betere voet gewoon in één tijd binnen. Daar gaat Reiners. Congolo. Nee, Reiners kan scoren. Nee. Penders. Redt met het bovenlichaam. Ja. Congolo daar even worstelend met de bal. Maar Penders zoals altijd goed kalm. En de top 6 kan hem zeker niet mee rondglippen. Wint Beerschot hier vanavond. Mirisola. Mirisola had net te veel tijd nodig. En zo blijft Jong Genk aan kansen komen. Hier doet hij teken. Geen buitenspel. Mirisola. Goede aanname. En dan heeft hij net iets te veel tijd nodig. Reiners mooi. Heel mooi meegegeven met Cagro. En Wright Phillips kan het niet afmaken. Wijmans dan maar. Hij trapt over.
Geen tweede goal voor Marco Wijmans. De ene liet het aan de andere over. Reijners, heel mooi. Geen buitenspel, Cagro. Cagro legt terug. Wright Phillips laat het dan maar aan Wijmans. Reijners, een tikje voor Wijmans. Wijmans met rechts. Ah, goede reactie opnieuw van Penders. Daar is hij opnieuw, Penders. En zo blijft het verschil maar één doelpunt. Wijmans deed het met zijn rechter. Penders redde. Bankoer. Vrij trap, Klaas. Het is een goede Penders. Oh, Matthias. En die gaat erin. Het is de gelijkmaker. Maar de vlag was de hoogte ingegaan. Dus nee, het feest gaat niet door. Het feest gaat niet door. Doelpunt wordt afgekeurd. Iedereen naar de assistent van Letellier. Die wel degelijk vlagde. Geen doelpunt. En zo blijft het 1-0 voor Beerschot. Klaas. En dan is het Penders. Die kopt. Geweldige save nog van Matthias. In doel geduwd. Penders met de kopbal. De save van Matthias. En dan is het kijken naar de assistent. Nee, de vlag de hoogte in.